Hier een bericht uit Lviv, Oekraïne, waar ik aan het fotograferen ben voor Der Spiegel en ook aan een eigen serie werk over de LGBTQI community hier. Het is hier nu bijna leeg op straat, het is heel rustig. Komt omdat en het luchtalarm is afgegaan, maar voornamelijk ook omdat de avondklok bijna start. En hierachter, toen ik hier 10 dagen geleden kwam, kon je hier nog een heel mooi standbeeld zien. Dat is inmiddels helemaal ingepakt. Lviv is een beetje een gekke plek, want het leven gaat hier relatief door. De foto die ik die bij de veiling ziet, is een foto die ik heb gemaakt op de eerste dag dat ik hier was, 10 dagen geleden. En het is een foto van een kerk die helemaal, waar eigenlijk allemaal zandzakken voor liggen. En achter die zandzakken, vertelde mijn fixer mij, staat een Jezusbeeld wat dus beschermd moet worden. Nou, Lviv heeft ontzettend veel kerken en mooie oude gebouwen. Ik weet niet of je dat nu zo een beetje kan zien. Ik sta nu ook bij een kerk. Ook hier zijn de beelden ingepakt. In een soort van zakken voor het geval dat er dus een aanval komt. En dan hopen ze op die manier dat het beeld bij elkaar blijft in die zak. En dat het dus weer gerestaureerd zou kunnen worden. En dat is tevens ook meteen het gekke van Lviv. Het is een stad die nog heel erg, eigenlijk in gang is. Er zijn restaurants open en leuke barretjes open. Er zijn zelfs toeristische tours met zo'n treintje door de stad. Die worden nu voornamelijk aangeboden aan vluchtelingen uit de andere kant van het land. Dus die doen hier af en toe tours door de stad. Dat is heel onwerkelijk. En nog geen minuut geleden ging hier het luchtalarm af. Dat is vandaag al de 5e keer. Dus dan is er zeker wel een bepaalde dreiging. En dat voel je ook. Dat zie je natuurlijk ook terug in het beeld dat ik aangeboden heb bij de veiling. Omdat ja, je ziet het dagelijks leven. Die vrouw in die rode jas die ja, naar de kerk gaat die ochtend. En tegelijkertijd de kerk die en zandzakken heeft en waar alle beelden zijn ingepakt. Dus het is heel dubbel. Dit is het gemeentehuis en zoals je ziet zijn ook hier allemaal zandzakken voor alle ramen gelegd. Het leven gaat hier door, maar toch op een beetje aangepaste manier.